ik weer verder met de Sims 4 paarden YouTubers manege. In de vorige aflevering hebben jullie kunnen zien dat we deze mega grote stal hebben gebouwd. Ik zal even een spoiler laten zien, maar heb je deze video nog niet gezien? Kijk die dan eerst eventjes. Want vandaag gaan we niet verder bouwen. Nee, dit wordt een hele speciale aflevering. Want de bedoeling van deze serie is dus dat ik mijn stal ga vullen met paarden van bekende paarden YouTubers. En we hebben laatst al Britt en George gemaakt. Maar zoals je ziet wonen zij nog niet in deze stal. En dan moet ik even kijken op de kaart waar ze ook alweer wonen. Dat was ergens hier. Ja, hier achter de bosjes. Hier woont George, het paard van Britt Dekker. Maar het is natuurlijk de bedoeling dat die paarden uiteindelijk allemaal verhuizen naar onze YouTube-stal. Dus het leek mij vandaag leuk om het allereerste paard alvast te verhuizen naar de nieuwe stal. Om even te kijken wat ze eigenlijk van de stal vinden. Oké, laten we eerst eventjes kijken hoe het met George is. Ja, ze wonen dus hier. En volgens mij hadden jullie het nog niet gezien. Maar ik heb ook nog eventjes een huis gemaakt voor Britt en George. Ze hadden namelijk echt helemaal niks. Dus ik heb eventjes een soort van tussenwoning gemaakt voordat ze natuurlijk gaan verhuizen naar de echte stal. Ik heb hier een weilandje natuurlijk voor het paard met eten en gras en water. Natuurlijk schaduw van een boom. En ik heb hier echt een heel inie-mini boerderijhuisje. Het stelt echt niet veel voor. Kijk, ik heb een heel klein keukentje, een koelkastje, een bed, een tafeltje, een wc en douche. En meer heb je volgens mij ook niet nodig. Maar ja, als zij natuurlijk zijn verhuisd naar de YouTube-stal, dan kan ik hier natuurlijk weer een andere paarden-YouTuber met paard even tijdelijk kwijt. Nou, en George die huppelt al heel vrolijk hier zo door het landgoed heen. Weet je wat? Laten we ze maar gewoon gelijk verhuizen. Ik ben wel benieuwd wat er dan gaat gebeuren. Ik heb helemaal nog niet zo vaak een verhuizing op de Sims gedaan. Dus ik weet eigenlijk niet zo goed hoe dat moet. Moet dat hier huishoudens beheren? Oh, jawel. Huishouden naar een andere kavel verhuizen. Oké, we komen in de buurt. En dan kan ik nou... Huh? Sims kunnen niet op onbewoonbare kavels wonen. Wat? Kan ik hier niet wonen? Dat is het hele idee van de serie. Dat ze daar gaan wonen en nou kan het niet. Ik kan Britt en George wel verhuizen naar mijn eigen huis van de serie. Maar dat wil ik natuurlijk niet. Ik denk dat ik wat in de instellingen van de stal moet veranderen. Ja, kijk, het is nou nog algemeen en dan moet het particulier zijn. Anders kan je daar niet wonen. Het is wel jammer dat hier niet manege of iets tussen staat. Want dat is natuurlijk een beetje de bedoeling. Kijk, wel een dierenkliniek. Oké, poging 2. Ik ga het gewoon weer proberen. Al was de aflevering ook echt gelijk mislukt. Als het nu niet lukt om te verhuizen. Het lukt, maar ik heb niet genoeg geld. Het volgende probleem. Oh, maar dat maakt niet uit, want dan gaan we gewoon cheaten. Modderlood. En dan krijg je als het goed is heel veel geld. Ja, nou heb ik 50.000 simdollars erbij. Poging 3. We gaan het gewoon weer proberen. Als het nu niet lukt, dan weet ik het ook niet meer. Dan wordt het echt onmogelijk. Ja, oké, hij is nu groen, dus nu kan het. We gaan verhuizen. Oeh, ik kan mijn meubels houden. Nee, dat wil ik niet, want ik heb juist zo mijn best gedaan op dat huis. En de manege, die wil ik wel met meubels. Oké, we gaan het doen. Huis kopen. Ze wonen er. De eerste bewoners. Oké, ik ben heel benieuwd wat George van zijn stal vindt. Want het is dus de bedoeling dat hier meer paarden straks bijkomen. Dus ik hoop dat ik een beetje mijn best heb gedaan op de stal. Nou, ik heb sowieso mijn best gedaan. Maar het paard moet het natuurlijk ook leuk vinden. Oh, wauw. Wat gezellig. Ja, de stal die ziet er nog niet echt heel erg af uit. We hebben letterlijk alleen een stal. En oh, wat rent daar voorbij? Oh, is dat een vos dan of zo? Nee, het lijkt eens wel een hond of zo. Ik heb echt geen idee. Ja, dat stond net bij mijn huis. Dat er vossen kunnen komen die de kippen lastigvallen of zo. Gelukkig heb ik nog geen kippen. Oké, laten we eens even kijken in de stal. Want ik weet nog dat ik de vorige keer een stal heb gemaakt met allemaal wedstrijdprijzen. En toen had ik bedacht van oké, we doen daar een paard in die heel veel prijzen heeft gewonnen. Nou, volgens mij loopt George wel hoog in de dressuur en heeft hij wel het een en ander gewonnen. Dus ik denk dat hij wel in de grote prijzenstal kan. Kijk, hier staan twee bekers. Volgens mij heeft het echt zeg maar niks te maken met een dressuurwedstrijd of zo. Maar het ziet er wel leuk uit. Dus dit bedje gaan we lekker van George maken. Stalstrooisel toewijzen. Zo, wat een moeilijk woord. En George. Dus nou is dit van George, toch? Ja, het is nou inderdaad van George. Nou, wat hartstikke leuk. Gelijk wel een stal waar het echt een enorme bende is. Want hier ligt echt allemaal troep. Oké, dan vullen we gelijk ook maar even het eten bij. En moeten we hier ook nog doen? Oh, we kunnen George roepen om te drinken. Nou, laten we dat ook maar doen. Dan kan hij hopelijk een beetje wennen aan dat dit zijn nieuwe plekje is. Zoveel verhuizingen heb ik nog niet gedaan op de Sims. Dus ik heb geen idee. Oh, kijk, daar komt Britt aan. Waar is dat paard eigenlijk gebleven? Oh, hij staat in een andere stal. Nee, dit is zeg maar niet de bedoeling. Kijk, dan gaat het nou al helemaal mis. Dan gaan die paarden in de verkeerde stallen staan. Oh, nee, dit gaat echt helemaal mis. Maar volgens mij gaat hij nou wel richting de goede stal. Ja, ja, ja. Oh, yeah. Nou, kijk, dit staat toch best wel leuk. We kunnen de stal wel op slot doen, maar dan kan je weer kiezen voor alle paarden. En ja, dan kan George er zelf ook niet meer in. Maar kijk, het werkt wel. George, die staat in zijn eigen stalletje. Hij is lekker aan het eten, lekker aan het drinken. Die rare vos, die loopt hier dus ook echt nog steeds. Oh, nog steeds rond. Hij is ook echt heel snel. Jongens, de stal werkt. Woehoe! Ik weet niet hoe het is gebeurd, want ik was even niet aan het opletten, maar George is aan het slapen in zijn eigen stal en hij heeft gekakt. Oh, dat
ook al. Maar ik heb nog een heel leuk idee om nog even te proberen. Want ik ben benieuwd hoe sociaal George is. Ik heb hem natuurlijk zelf gemaakt. Dus als het goed is, moet het een heel braaf paard zijn. Maar ik weet het niet meer. Dus het lijkt me heel erg leuk om mijn eigen paard Uraya even te roepen. En dan te kijken hoe het gaat tussen Uraya en George. Dat is toch super schattig? Misschien vinden ze elkaar wel helemaal niet leuk en gaan ze vechten. Ik bedenk me net wel, ik heb nog helemaal geen bed of iets voor Brit. Want zij woont hier natuurlijk nu ook. Maar ze kan niet slapen. Nou ja, boeien, maakt niet uit. Het is gelukkig nog 7:15, dus hoef nog niet naar bed. Anders pleur ik hier gewoon ergens een bed neer. Maar goed, voordat ik Uraya ga halen, heb ik nog een hele leuke aankondiging voor jullie over een ander spel. En dat is namelijk My Horses. My Horses kennen jullie misschien wel van mijn YouTube kanaal. Het is een paardenspel waarbij je dus je eigen stal kan bouwen, paarden kan verzorgen, paarden kan fokken en nog veel meer. Ik heb al een aantal video's hierover gemaakt en er is een hele leuke actie op het spel. Dus daar wil ik jullie nu eigenlijk meer over gaan vertellen. Ja, ik switch even naar een ander paardenspel en het ga ik op deze manier doen, want My Horses kan je niet alleen spelen op je computer of op je laptop, maar ook op je telefoon of op je tablet. My Horses heeft namelijk ook een app en letterlijk sinds vandaag is die app ook nog eens een keer helemaal vernieuwd. Het ziet er echt heel mooi uit. De app is helemaal opgefrist en staan wat knoppen op andere plekken. En je kan de app natuurlijk gratis downloaden in de App Store of Play Store, waar je de app ook wil downloaden. Het is in ieder geval gratis. En via de app kan je dus ook inderdaad voor je paarden zorgen en een ranch opbouwen. En ik heb ook een paar paarden op het spel. Trouwe kijkers weten namelijk dat ik al een aantal video's over My Horses heb gemaakt. Dit is mijn meest nieuwe paardje. Die heb ik toen in de vorige video gekocht. En dat is Loki. Gelijk eventjes een reminder om altijd goed voor je paarden te zorgen. Want het is bij mij misgegaan in de vakantie. Toen zijn er een paar paarden overleden. Maar bij hele hoge uitzondering heeft My Horses een paar paarden kunnen terugbrengen. Ja, want anders zou ik niet meer verder kunnen met de serie. En ik heb ook nog een hele gave Appaloosa. Er zijn echt nog veel meer andere paarden die je op het spel kan vinden. Alleen nog steeds geen dravers. En mijn paard Uraya, die is natuurlijk een draver. Dus moet My Horses een keertje dravers namaken? Laat het even weten in de reacties. Maar de app is niet het enige leuke nieuws, want bij My Horses is er nu ook een zomerevenement aan de gang. Op het homescherm in de app kan je dat gelijk hier aan het begin zien. En dan kan je dus op het strand allerlei kleine items vinden en daarmee kan je onder andere touwhalsters voor je paard maken. Oké, ik ga eens kijken of ik nou wat kan vinden. Ik heb het vandaag nog niet gedaan. En je hebt goed rondgekeken, maar helaas deze keer niks gevonden. Nou, dat is dan net jammer. Gelukkig heb ik van My Horses wel een paar foto's gekregen van de touwhalsters die je dus uiteindelijk kan gaan maken. Maar dat niet alleen, want je kan ook zelfs nog een zeehondje vinden en een krab. En die kan je dus naast je paard zetten als een stalmaatje. En stalmaatjes zijn echt super schattig. Want een tijdje geleden kon je in het spel ook Bunny en Stuff als stalmaatje krijgen. Ja, echt super bijzonder dat zij in het spel ooit waren. Maar met dit evenement maak je dus kans op deze super schattige zeehond en deze krab. Maar ik ben nog niet klaar met de leuke aankondigingen. Want deze week is het ook nog eens een keertje bonusweek op My Horses. En dit betekent dat je alleen deze week nog meer geld kan verdienen bij het doen van klusjes of het beantwoorden van quizzes. Dus vergeet zeker niet in te loggen deze week, want dan krijg je dus dubbel zoveel. En dan nu het allerlaatste nieuws. Ik heb een code voor een gratis item voor jullie. Als jij namelijk nu de app downloadt en hier zo de code zomerfeestje invult, dan krijg je gratis een koraalrood touwhalster voor je paard. Nou jongens, het is gewoon één groot feest. Allemaal gratis items. Dus ik zou zeggen, log zeker eventjes in op My Horses of maak nu een gratis account aan. Je kan de app downloaden in de App Store, maar je kan natuurlijk ook via laptop of je computer spelen. Mijn accountnaam is Daphne Draagdoor, dus laat zeker even weten hoe jij op het spel heet. En dan gaan we nu Uraya en mijzelf halen. Dat klinkt echt heel raar. Daar ben ik samen met Uraya en ik snap even niet waarom hij zijn wedstrijd outfit aan heeft en waarom we letterlijk in de middle of nowhere staan. Ja, kijk, daar is Brits oude huis. En waar is dan de YouTube-stal? Oh, die is hier zo. Oh, kijk. We kunnen de ranch een naam geven. Oh, dat is leuk. Hopelijk komt het dan ook op het bord te staan. Ja, laten we een namenwedstrijd doen. Laat even in de reacties een leuke naam achter voor onze paarden-YouTuber-stal. En de reactie met de meeste likes, dat wordt de naam van onze nieuwe stal. Maar nu noem ik het dan even paarden-YouTuber-stal. Ik heb trouwens de tijd even iets eerder gemaakt. Want anders was het donker als Uraya en ik er waren. En dat is niet zo heel fijn om naar te kijken. Nou, inmiddels zijn we aangekomen bij de stal. Oh, hallo. Waarom verdwijnt deze stal? Dit is heel raar. Dit is echt heel vreemd. Waarom zie ik die stal niet? Kijk, als ik uitzoom dan... Wat is dit? Nou, ik mag toch wel kijken in dit huis? Oh nee, ik moet eerst op de deur kloppen. Ga ik nou serieus aankloppen op de deur van de wc? Ja, wat is dit? Nou, nee, ik ga in de wc.
Oh, hier kunnen we natuurlijk ook eventjes een tijdelijke slaapkamer maken. Want we hebben natuurlijk eigenlijk helemaal geen bed of keukentje voor Brit. Met een bed en zo. Maar oké, we hebben toestemming om binnen te komen. Dus laten we even kennis maken met George. En waar is Uriah? Want die heeft nog helemaal George niet gezien. Oh, dat paard staat nog steeds hier. Ook echt in zijn wedstrijd outfit. Echt super raar. Even je normale outfit aan. Dan ben je tenminste... Oh, gatsie. Ga je nou ook nog pissen? Nou, gelukkig doe je het daar en niet bij Brit. Oh, ik ben kennissen geworden met George. Oké, Uriah komt er nou ook aan. Oh, please. Ik hoop echt niet dat die twee gaan vechten. Want Uriah die kan echt heel lelijk doen tegen nieuwe paarden. In het echt, maar ook op de Sims. Oh, 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 oh. Daar komen ze. De confrontatie. Daar gaat het gebeuren. Oh, jee, oh, jee. Oh! Oh, Uriah die negeert George. Wat is dit? Oh, daar komt George aan. Daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij. Oh, ze kijken naar elkaar. Oh, nu heb ik ineens twee paarden. Oh, wat is dit schattig. Oh, ik vind het heel leuk. Maar ze hebben nog geen interactie met elkaar. Er gebeurt vrij weinig tussen deze twee. Oh, en George gaat weer vandoor. Ik had wel verwacht dat er iets meer interactie tussen die twee paarden zou zijn. Maar ze reageren helemaal niet op elkaar. Ik snap het niet. Weet je wat? We kunnen ze ook gewoon allebei eventjes in één paddock droppen. En dan zien we gewoon wel wat er gebeurt. Ik wil sowieso nog een keertje een grote paddock maken op deze stal. Dus er komt wel een keer een video dat ik die ga bouwen. Maar ik maak er nu snel eventjes eentje. Ik ben gewoon benieuwd wat de paarden met elkaar gaan doen. Want dat was een beetje het hele idee van de serie. Zodat Uriah kennis kon maken met George. En dat ik misschien een keertje Moos kan maken en samen met Fenna kan rijden. Dat leek me gewoon ontzettend grappig. Maar dan moet het idee natuurlijk wel werken. En moeten de paarden wel een beetje contact met elkaar maken. Oké, ik heb mijn paddock gemaakt. Het is me gelukt. En het is net alsof ik een soort van boksering heb gemaakt. Alsof ze nou echt moeten gaan vechten met elkaar. Maar ik ga even George roepen en Uriah roepen. Ja, kijk, daar komen de strijders aan. Nee, 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 niet weggaan. Jonge paard, waar ga je heen? Oh, kom hier, George. Ja, het is gelukt, het is gelukt. Oké, eigenlijk moet ik nu het hek op slot doen. Oh, maar dat kan niet, want ik ben niet de eigenaar van dit terrein. Nee, alles gaat mis in deze video. Wat is dit? Oh, maar kijk, ze staan wel bij elkaar. Oh, hij is aan het hinniken. Eeuw, hij gaat plassen. Wacht, ik ga gewoon eventjes als Brit spelen. Misschien helpt dat. Oké, nu kan ik als het goed is wel opsluiten. Op slot doen voor alle paarden. Oh, nee. Nee, George, waar ga je heen? Kom hier. Oké, ja, George staat er nou ook in. Oké, op slot doen voor alle paarden. Ja, zo. Nu zitten jullie opgesloten. En ga nu even gezellig doen met elkaar. Want ik wil zien wat er gebeurt tussen jullie. Moet ik nou zoveel moeite doen om die paarden een beetje gezellig met elkaar te laten doen? Waarom leest mijn poppetje hier ook ineens gewoon een boek? Oh, dan kan Brit ook kennis maken met Uriah. Oh, ik ben benieuwd. Is Uriah een beetje sociaal? Ja! Oh, hij vindt het leuk. Oh, je kan ook gelijk op het paard. Ze is letterlijk net pas kennissen met Uriah. Kan Brit überhaupt rijden? Ik weet niet of ik dat ooit heb geoefend. Volgens mij niet. Oh, 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 oh. Nee, 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 nee. Wow. Oké, oh, zitten ze nou naar elkaar te kriebelen? Nee, ze zitten nou in elkaar. Dat lijkt me niet helemaal kloppen. Ah, kijk nou, Uriah die is wel nieuwsgierig. Die vindt het wel leuk. Eww, hij gaat weer plassen. Die paarden zitten alleen maar te plassen. En verder doen ze echt niks met elkaar. Oké, weet je wat? Ik heb een bal gekocht. Misschien gaat er dan nog wat gebeuren. Als ik die bal... Oh, ja, ja, ja. Oh, nee. Huh? Oh, kijk nou, Georgie gaat met de bal spelen. Oh, oké. Oh, dit vind ik wel heel grappig om te zien. Ah, nee. Kijk nou, dat boeit Uriah gewoon ook echt weer helemaal niks. Je zou toch denken dat Uriah nu wel mee zou willen spelen, maar hij negeert George gewoon helemaal. Zou ik dan als vreemdeling op George kunnen rijden? Laten we dat eens proberen. Oh, ja, dat lukt al. Kijk, en nou gaat Uriah met de bal. Oh, kijk, Brit vindt het grappig. Oké, dit is echt heel random. Oh, en nu sta ik ineens in de plas van George. Oh, dit gaat echt mis aan alle kanten, jongens. Ik had niet verwacht dat deze aflevering nog zo gek zou aflopen. Oh, mijn kip is dood gegaan. Witte kip heeft de eindhalte bereikt tijdens zijn verblijf in de inventaris. Vitalis van een sim en is weggevoerd naar een betere plek. Wat betekent dat? Is hij nou dood? Had ik een kip in mijn inventaris, wist ik veel. Oh, ze zitten alleen maar te kakken en te piezen. Maar ja, Brit kan Uriah wel zien, want die begint nou ineens mijn paard te poetsen. Hoezo zit jij ineens mijn eigen paard te poetsen? Maar goed, dankjewel. Maar ja, ik weet niet wat ik verkeerd doe. Waarom kunnen Uriah en George elkaar niet zien? Of tenminste, ze negeren elkaar compleet. Dus wat doe ik fout? Maar ondanks dat is de verhuizing wel gelukt en hebben we natuurlijk nog genoeg stallen vrij om andere paarden-YouTubers paarden te maken. Welk paard moet ik de volgende keer namaken? Laat dat zeker even weten in de reacties. En vergeet natuurlijk niet om in te loggen of om een account aan te maken op My Horses. Want deze week maak je kans op allerlei leuke extra's en gratis items. Dus log zeker even in. Kijk in de beschrijving voor de link. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Doe zoveel mogelijk duimpjes omhoog. En dan zie ik jullie weer terug in de volgende Sims 4 video. Oh, gaat er nu wat gebeuren? Nee, Uriah draait zich weer om. Helaas. Bedankt voor het kijken. Doei doei.